Boels en beers, welkom weer in een nieuwe video. In deze video duik ik in ieder geval in Bitcoin en Ethereum en wat andere bekendere coins, zoals een Ada. Een Solana. een VeChain En een Holochain. Dus vind je dat leuk, blijf zeker hangen. Ben je ook nog niet geabonneerd? Kijk de video dan even af. En vergeet daarna niet te abonneren als je het leuk vindt. En voor alle nieuwe abonnees hartstikke bedankt voor het abonneren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen en waarderen. En natuurlijk, iedereen bedankt voor het kijken. Laten we beginnen met Bitcoin. Voor als je nieuw bent, ik upload iets van 4, 5 video's per week alles over crypto. En mijn kijk erop, ik zit zelf al vanaf 2013 in de crypto en ik heb erin heel veel geleerd in al die jaren. En ik ben het sinds vorig jaar een beetje gratis gaan delen met jullie. Uh, Bitcoin, Bitcoin die blijft dus nog steeds een beetje daar hangen. Het blijft nog steeds rond die, ja je kan tot vanaf die 17.000 tot en met de 24.000. Dat is ongeveer de range waar we nu de hele tijd in blijven hangen. En het is al vanaf begin juni. Dus daar blijf je de hele tijd in hangen, je breekt op zich deze down move, dat vergeet ik nog steeds niet. Wat ik ook hier zei, van als we de hele tijd deze onderkant blijven testen, en dit was weer de eerste keer. Dit is gewoon nog steeds voor mij, in mijn ogen, gewoon normaal. Dat je ergens uitbreekt. Je begint een beetje resistent te vinden. Je hebt een reactie erop. Wellicht weer even deze bodem testen of er genoeg support zit. En het, ja, dat wat ik ook in die andere video's meegeef, het kan zomaar tot we met die 17.000 gaan. En dan is er nog steeds niet echt wat aan de hand. Dus Beseffen ook dat heel veel mensen een stop los hieronder hebben gezet, onder deze low. Dus het kan ook zomaar een kleine low-low maken. Denk aan het pierce van levels. Dus een low-low maken en daarna wegschieten. Daardoor zit je, denk ik, de meeste mensen wel een beetje opzij. En daardoor zit, denk ik, ook wel iedereen verkeerd. Ik zie ook nu heel veel mensen het sentiment draaien naar dat we veel lager gaan. Dat is allemaal mooi mee, of tenminste, dat kan je allemaal mooi meenemen. Vrijdag de Pauw, die wat zei, tenminste, ik niet heel veel gezegd, maar toch zag je in de aandeelmarkten 1,2 triljoen uh, verdwijnen, Dat is ongeveer evenveel wat er in de hele crypto-markt uh, omgaat, dus dat, dat moet je eenmaal een beetje bang maken, of tenminste, wel een beetje bang maken. Uh, in ieder geval, dat gaat volgens mij per het volgend jaar allemaal in, dus ja, ik zie nog steeds niet. Uh, Zoveel drama dat we nu meteen veel verder gaan. Tenminste, dat kan allemaal wel, maar ik zie nog steeds die, die bounce. En die bounce, daar treed ik op, daar wil ik wat mee doen. Ik ga niet in dit gedeelte shorten, voornamelijk omdat we dus al 70% zijn gedaald. Doe je dat wel, op eigen risico, en natuurlijk kan je daar wat mee verdienen. En verdien je daarmee helemaal niks mis mee, maar ja, het zijn niet de meest verstandige plekken om te shorten hier. Uh, als ik dan naar boven kijk, blijf ik gewoon nog steeds bij die targets. Ik kijk al mijn video's terug. Ik heb altijd wel Bitcoin eruit gehaald, dus ik kan je daar die targets uithalen. Ik ga daar nu op zich niet zo heel veel verder op in, omdat die vrij duidelijk zijn. Wat anders duidelijk moet zijn, is waar we kunnen landen. We hebben deze plek, die 20.000 dollar, waar je nu ook die trendlijn Maar je hebt ook nog, dan bedoel ik, deze candle hier, waar je hier wegspringt. Je komt hier wel één keer terug. Dus deze kan op zich goed zijn, maar hierdoor kun je wel weer terugvallen op dit gedeelte, waar je hier dus één keer goed support. Dus je brak eruit, je vindt support, maakt de move van high-high. Dan maak je op zich op hetzelfde level een kleine higher-low en schiet je verder weg en breek je die down-move. Dus dat je hier bij die 19.000 support kan vinden is ook gewoon een hele goede kans. Maar ja, ik ben nooit zo precies een 19.000 of een 20.000. Ik zit er wat langer termijn in, dus ik maak daar niet zo'n heel grote deal van. Je ziet gewoon in dit gedeelte zit wat support. Dus hier wil je ook dat support vinden. Het volgende level daaronder is gewoon die 17.000 of 18.000 dollar. Daar wil ik wel weer wat uh, liever mijn los onder zetten. Want het gaat daaronder, of de ruimte daaronder is gewoon wat groter. Maar goed, je bent nu bij een belangrijk level. Want je bent nu helemaal gedaald. En daardoor wil ik nu ook teruggaan naar Ethereum. Dus laten hier maar zijn kendels en zijn support vinden om iets te kunnen proberen. Het eerste wat we nu kunnen vinden is wellicht een move hier naartoe. Als we ergens nu gewoon support gaan pakken deze week. En bekijken hoe we de dollar gaan we straks ook nog wel even naartoe. Dat was niet, was niet echt van mijn planning. Maar gaan we hier naartoe en vinden we hier resistance, dan kun je wellicht nog een low, low verwachten wellicht na, dus naar die 17.000 dollar. Maar breek je dit level? Dus dan kom je een beetje boven die 23.000 dollar. En Hou je dat level, begin je weer die bovenkant te testen van die 24.000, 25.000 dollar. Dan ga ik naar die bovenste targets kijken. Of tenminste, dan worden die bovenste targets veel waarschijnlijker om te halen. Maar nu heb je weer een downmove en je laat hier dus hele grote squares achter. Dat is ook voor die korte termijn trade. waarschijnlijk. Of voor, de, voor het structuur bouwen om hoger te komen. Uh, ja, dat is even Bitcoin. Dan wilde ik eigenlijk gelijk naar uh, Ethereum gaan. Dat ga ik denk ik ook, maar ik, wil, ik wilde toch nog wel even de dollar. Die stond niet echt op mijn planning en die staat ook op een andere grafiek. Dus deze lijnen of als er geen lijnen staan, dat kan ook. Dit is van een hele tijd. Ik heb heel veel grafieken waar ik een beetje in schets en doe om mijn plannen. Ik heb twee video's terug ook een uh, gevraagd om te sparren. Ik krijg niet heel veel reacties, uh, omdat ik wel wat zag bij de dollar. Maar de dollar die zie je nog steeds sterk zijn. We hebben wel tekenen gekregen dat we lager kunnen gaan. Dat was in dit gedeelte. Waar je het hier, dat level peers. Maar hier heb je één delen eronder geopend en gesloten. Daarna nog eentje geopend en gesloten. En daarna heb je opeens weer die gezonde candles. Wat je hier dus ook zag. En hier ook zag. En hier ook zag. Die gezonde candles met de full body. Helemaal in het groen. En ook weer hier. Je tikt die bovenkant aan. En je begint het nu te breken. Dus. Het kan zo die sterkte vinden om naar die andere vips te gaan. Ik kijk maar vorige video terug. Ik haal hem vaak naar voren waar die vips zijn. En op zich gaf ik ook het beeld van je hebt hier nu best wel sterke move gemaakt. En dat is toch wel goed om te leren, want het is niet zozeer één kende omhoog en dan gaat de crypto naar beneden of de aandelenmarkt. Neet, is deze het is zeg maar gewoon de move. Tenminste dat, zo leer ik het eigenlijk een beetje kennen. Het is die move. Dit maakt het sterker. En daardoor zag je ook bitcoin zwakte vertonen de afgelopen week. Dus hier vertoont sterkte. Dat zie je bij de crypto en ook bij aandelen weer zwakte. Uh, we moeten deze gewoon weer in de gaten houden. Dit kan een kleine fake-out zijn. En kan het kan ook het peers van de level zijn om meteen ho hoger te gaan. En dan heb je een 110, 111 index. En nog iets erboven. Maar ook weer bij deze, hier groeit gigantisch lang. Dus... Je kan er op een gegeven moment wel een keer tegen goede resistors aankomen. En daar zit ik, daar zit ik natuurlijk al maanden op te wachten. Uh, dit is dan even de dollar. Waar ik naartoe wilde gaan is het, uh, Ethereum. Even kijken, die wil ik groot. Want Ethereum, in mijn vorige video waren we er net niet. Maar is je bij die 1467 gekomen. En nu kom je dus wel bij die 1400. Je bent zelfs bij de 1425 geweest. Dat is precies deze square-up hier, die helemaal tot en, met de nou, tot en met de 1370 gaat. Dus allemaal plekken waar ik mezelf kan achter verschuilen met de stop los. Met, uh, doordat er een VIP zit, die 0.6 en 8 een belangrijk level. Maar ook omdat er hier een square-up zit, kan ik een belangrijk level. Daarna, het level daaronder, wordt die 1280 tot die 1230. En je ziet ook weer gelijk heel mooi die square-ups uitgelegd. Daaronder zitten ook nog square-ups. Helemaal tot en met de 1100 zitten square-ups hierin. Dus laat het hier nu maar support vinden. Als het hier nu erg support vindt, dan is het eigenlijk vrij boel is op die 068. En, en dat kan ook wel. Want er zit hier natuurlijk ook fundamenteel nieuws achter. Want over twee weken, ruim twee weken, heb je de merge. En dat geeft natuurlijk een gigantisch. Tenminste dat heb je hier dus al gemerkt. Dat geeft gewoon wat hype. Dat geeft aandacht. Daardoor komt het in het nieuws. En daardoor kunnen mensen die misschien nog niks van Ethereum wisten, er opnieuw instappen. De vraag wordt gecreëerd. Dus wellicht. Als we hier support gaan vinden, dan is die 0.68 het mooiste, want het is de meest bullish VIP om op je retracement te vallen. En vanuit daar een move te kunnen maken. Dus vind je hier die move, dan blijft weer die 1.900 belangrijk. Waar ik hier ook naar links wijs, 1.900 dollar. Waardoor je hier ook waarschijnlijk dus een goede retrace krijgt, is dat je hier jaren in vastzat. En dan breek je er eenmaal uit in die grote boeren en het eerste waar je dat grote resistors vindt, is hier zo bij die 1900 dollar. En dat ging tot de 2050 dollar hier. Maar dit is een retrace zonder die wik bij andere exchanges van 60%. Of 40%, 45%. Maar een goede retrace. En het is ook, je blijft groeien, groeien, groeien. En dit is pas de plek waar je een goede retrace krijgt. En daarna laat het nog, nog een paar keer zien dat het een belangrijk level is, want je, je hebt een retrace, je zoekt dat level weer op, weer een retrace en vanuit daar breek je het en maak je een nieuw, uh, nieuwe alta Dan val je weer, ik heb dit vaak genoeg gezegd, val je weer op dat level, je pierce wel een paar keer het level, maar crypto gaat gewoon zo snel. Want hier val je dus van een uh, 3400 zeg maar weer helemaal terug naar 1700, dus een 60-70% drop. Maar je vindt een paar keer dat support. Eén keer, twee keer, drie keer. En dan maak je de echte altijd maar. Dus dat er hier een belangrijk level zit, dat merk je dus ook weer hier. Je pierst in het level en je blijft maar vallen. Dus je laat nog één keer zien dat het een belangrijk level is. Want je pierst het level en daarna val je. En nu kom je er weer tegenaan en je hebt weer een goede resistance. Want ook weer dit. Dit zijn gewoon de dingen waar ik op wacht in de crypto. Die goede, dat goede bloed. In de crypto krijg je dat ook. In, en die kripper krijgt mooie moves, maar ook goed bloed. Want dit is dus alweer een downmove van 30%. En dan kan het nog makkelijker hier naartoe gaan. Dan heb je toch over een downmove van 40%. En die 40% staat weer gelijk aan deze move. Want als ik naar een andere exchange ga. En ik pak uh, deze resistance hier. Dus ik pak die top en ik ga naar beneden. En dan kom ik op 36%. En misschien heb ik een andere exchange 40%. Maar dan zie je dus, dat als ik deze lijn doortrek. Dat die resistance exact valt. Op waar je hier een paar keer ook resistance vindt. Dus je blijft die sideways gaan. Je tikt één keer resistance aan, twee keer. En daarna groei je doorheen. Dus je ziet eigenlijk die onderkant hier, waar die 0786 bij onze fips liggen. Dat daar eigenlijk nog een mooie level zit. Maar goed, je wil dus nu bij die 068 het liefst het support houden voor die bullish move. En wellicht een grote move voor die merge move. Dus laat het dan ook maar gebeuren. Of tenminste, daar heb ik gewoon weer geduld voor dat het gaat gebeuren. Ik heb het geduld gehad dat de prijs naar me toe kwam. Er kwam hier een leuke move uit. Dus nu is het maar weer wachten dat het ergens support vindt en dan deze move maakt. Uh, ik hoop dat deze duidelijk is. Als je vragen hebt, zet het in de comments. Je hebt natuurlijk ook nog een stukje tegenover de Bitcoin. En die zou ik ook niet in uh, achterwege laten. Want hier, dit plaatje heb ik eigenlijk al best wel een tijdje. Je hebt hier een aantal een hele tijd support gevonden en het lijkt nu wel bijna een head and shoulders, linker schouder, hoofd, rechter schouder. Maar je hebt de hele tijd support gevonden, je breekt het level en dit is de eerste keer eigenlijk dat je het level terugtest. een beetje mensen voor de gek houden en je vindt nu weer goed resistance. Het kan zomaar hier blijven rondje en dan nog laag gaan. Want als we, ja, zoals je mijn tekening ook ziet, het is een beetje gekrast. Maar wat je eruit kan halen, is dat ik hier eigenlijk al begon te tekenen. Dat je er hier doorheen breekt. Hier een stukje mens voor de gek houden. En het kan zomaar dat hier zijn. Maar daarna verwacht ik eigenlijk dat je naar beneden gaat. Om deze gekke square op te vullen. Want dit is één grote move waar je nooit op terugkomt. En daarna wellicht nog hier naartoe. Maar blijven we hier in een range, die bovenkant range, en Delta deze bovenkant testen. Dus die 0, even kijken, 8000 sortootjes. Dus test, test. Dan ga ik naar boven kijken, want je hebt nog echt nog wat levels naar boven. Dus blijven we de testen, dan ga ik naar levels kijken naar boven. Zal ik deze percentage breken door naar de dollar. En wellicht krijgen we dan een heel mooi beeld waar Ethereum naartoe kan gaan met die merge. Uh, dus dit is even Ethereum. ...wil ik een andere doen, dat is Ada. Die is namelijk ook al een tijd mee. De Vassel Hardfork die werd volgens mij weer uh, uitgesteld. En ze zijn het gewoon aan het op het testnet. Dus dat is gewoon niet zo normaal. als je iets nieuws uitgeeft, dan, dan moet je dat testen. Dat zij er nou zo'n heel nieuws item van maken... ...dat ze het al van tevoren een beetje proberen te chillen. Dat is een beetje de stomme fout die ze maken. Want ja, daardoor verliezen mensen het vertrouwen erin. Maar ook weer bij uh, Ada. Je blijft aan de onderkant... En, in principe de coins waar ik nu doorheen ga zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Want je begint hier, je hebt hier een gigantische duimhoeve gehad, waar je geen één keer eigenlijk die duimhoeve breekt. Wel misschien pierce of fake outs, maar je breekt hem geen één keer met overtuiging. Dit is het eerste stukje wat je eruit breekt, maar niet echt heel veel overtuiging. Maar je zit zo lang vast en nu kruip je er eigenlijk uit. Je, je, je raakt zelfs een target van de kleine VIPs. Dus daar wil je een reactie op zien, die reactie zie ik. En je zoekt weer dit level op waar je dat support vond. Dus eigenlijk is het weer testen of er hier support zit. Mocht het hier gewoon support blijven zitten, dan kijk ik nog steeds naar diezelfde levels. Dus diezelfde levels op het kleine plaatje blijven die 58, 59 dollar zijn, De 70 dollar zijn en die 90 dollar cent. Dan kun je nog wellicht een pushje winnen hier naartoe krijgen naar die 1,5 of 1,9. Dat is gewoon even de vraag hoe die fassel for hard fork uit gaat lopen. Als het elke keer uitgesteld wordt kun je natuurlijk meer naar beneden kijken. Het grotere plaatje heb ik ook wel vaker hier naartoe gebracht. Dan moet ik even iets fine-tunen, want hier val je uit deze candle. Dan heb je hier die 0.68 bij de bovenkant van de box en hier de 0.382 bij de onderkant van die box. Die 0.382 staat weer gelijk bij de 0.786 en, eh, en die 0.83 op het kleine plaatje. Het verdere target is die 1.4445 bij die 0.68. Maar ja, zoals je merkt, het vloeit nog steeds niet heel veel geld in de markt. Stel dat je ook... Maar uitstel naar uitstel krijgt, dan, dan verwacht ik gewoon hier met mijn geld. Want ik heb goed mijn huiswerk gedaan met ADA. Ik weet dat er bij de charge zit er een gigantische wik die je we wellicht moet vullen. 80, 90 procent. 80, 100 van de keren. Die gaat tot een 15,5 dollar zijn. Dan heb je hier ook nog een gekke wik. Hier heb je nog een square bij de 11 dollar zijn. Dus ik weet dat ADA nog veel lager kan gaan. En dat er nog genoeg risico onder aarde zit. Maar ik weet ook dat er genoeg kans in zitten. Ik weet ook dat aarde een van de coins is die mij het meest heeft gegeven in die bullrun. Dus ik laat hem zeker niet uit het oog verliezen. Ik hoop dat dit plaatje duidelijk is. mooie risk reward plek. De plek blijft hetzelfde. Het is een beetje saai, maar dit is het geduld hebben. En dat ga je dus ook bij andere coins zien die ik nu ga meenemen. Uh, ik wilde eigenlijk naar Solana gaan, maar laten we wel even naar VeChain gaan. Want VeChain laat eigenlijk een beetje hetzelfde zien. Ehm. Uh... Mijn Binance hebben die. Ook weer bij deze blijft die down move is gigantisch. Je blijft hier nu een beetje range. Probeert eruit te kruipen. Je probeert een beetje door die moving average heen te komen. Je probeert weer dat support te testen. Je bent gewoon structuur. Tenminste, het lijkt wel structuur maken om wat te proberen. Dus je maakt hier ook een high. Wellicht een high low. En dan gaan we wellicht door naar die volgende targets. Mijn volgende targets. En ik ga deze gewoon wat korter houden. Ik probeer ze denk ik allemaal wat korter te houden. Dit zijn die mooie risk reward plekken. Daarvoor maak ik het liefst nu video's. Maar in dit soort tijden, als ik video's maak, worden de video's het minst bekeken. Terwijl dit eigenlijk de belangrijkste tijden zijn de afgelopen weken. Maar goed, dat moet je allemaal zelf een beslissing maken, zelf tijd voor maken. Maar probeer het wel eens te onthouden. 16% om even die bodem nog te testen vanaf de prijs van nu. Als we nu naar support vinden en naar boven gaan kijken, kijk naar die 3,5 dollar en de 45 ik kreeg deze trouwens ook van Kevin gisteren aanvraag, Dus uh, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik probeer morgen of uh, misschien in, in de avond nog even een aanvraagvideo. Vind ik altijd wel leuk. Ik krijg een paar leuke aanvragen van jullie. Daarbij moet ik even zeggen bij Tom die had een MTCR. Daar krijg ik niet echt een ja, mooie grafiek van. Dus heb je daar wel een goede grafiek van op Tradingview of op Paprika, Stuur dat even naar me toe. Maar ik kan het niet goed vinden. Dus dan kan ik hem ook niet goed meenemen. Maar wel bedankt Tom. Uh, dus die target van 3,5 cent, die hou ik gewoon nog. Dat is die 45% top target. Uh, ik, ga, ik ga vaak voor een tar eerste target van 30% of meer. Dan heb je hier die rode moving average. Die zit een beetje tussen die FIPS in. Dus ja, dat is wel belangrijker. Wellicht dat je daar supporter van vindt. Die ligt nu een beetje bij de 4, 4 dollar cent. Maar die 0,382 vind ik veel belangrijker. Dat is 4,3 dollar cent. is toch een 86, 85%. En die 0,68 ligt hier bij de 5,8, de 6 dollar cent. Is een 145% mooie ruimte. voor Vet, vet die heeft wat gedaan. Ook heel veel gegeven in die boeren. Maar deze liet, min, hield minder goed zijn waarde. Waar je dus adem in de bovenkant bleef hangen. Die hield beter zijn waarde. Zag je vet eigenlijk één move up. En daarna verloor het zijn waarde. Daarna nog één grote move. Dit was echt een gekke bounce. En daarna verloor het weer meteen zijn waarde even kijken, dus dit blijft vrijwel hetzelfde. Je bent hier dus ook bij een heel mooi level gevallen. Want hier vond je steeds een plafond waar je, je jaren in vast En daar ben je nu opgevallen. Waar je dus ook coins hebt die eronder zijn, blijft verder een beetje boven. Dus dat neem ik allemaal mee, in mijn plant ziet er best wel goed uit. Uh, ja, die 4,3 uh, dollar en die zou ik denk ik als het belangrijkste achter. Even een sol. Dat Solana is natuurlijk ook wel een van de uitschieters. Dus ook al beginnen daar steeds meer, rot, of uh, niet de beste berichten naar boven te komen. Maar ook weer deze, die zoekt weer eigenlijk een mooie rest-reward plek op. Waar je hier dus ook dat sproontje maakt, of dat bubbelen, of dat borrelen noemen we dat nu. Borrelen en dan die move. Begin je hier precies op dit level, waar je dat hier ook vond, ook weer een beetje te borrelen. Je vindt wel weer even een low. En dit is toch wel. Ik hoop dat, dat heel veel mensen dat hebben meegenomen in de video's van vorige week of die weken ervoor. Want dat, ja, bij de meesten is dat nu helemaal uitgekomen. En ik hoop dat ik jullie dat super goed kan leren, want daar heb ik echt heel veel van geleerd. De, uh, ja, ik moet daar toch een Nederlandse benaming voor geven. Nou, zat ik bij een, met een vriend en daar heb ik wat namen verzonnen. Maar... Ja, dit, dit blijft ik denk ik toch nog de freak before you go noemen. Als, we, als er een go komt, er maar, maar je blijft die heel mooi support vinden, structuur maken, mooie structuur. Want je maakt een high, je maakt een higher low, je maakt een higher high, een higher low. Nog niet een higher high, een higher high. En nu begin je te breken. Maar je maakt structuur om iets te proberen. Dan heb je opeens die freak. Het risico eruit halen. Je breekt deze low, je breekt deze low, je breekt deze low. En je komt zelfs hier. Dus je hebt er heel wat mensen uit kunnen halen. Tenminste, feature en heb er heel wat mensen uit kunnen halen. Dus als je nu wegspringt, moeten die mensen erachteraan springen. Of ze zijn gewoon nu, uh, ja, het nu, ja, het zich verloren. Maar je komt dus gewoon weer bij een hele mooie risico Ik pak even deze. Dus wat ik in die video's gaf, is die Freak Before We Go. Is bijna bij elke coin nu uitgekomen. En daar ben ik wel blij om. En niet blij dat er heel veel mensen verliezen natuurlijk. Maar voor, ja, aan de ene kant moet het niet veel boeien, want dat is gewoon de markt. Als jij een trade maakt, zit altijd iemand anders aan de andere kant die de verkeerde trade maakt. En niet altijd, maar. Maar je hebt hier dus een mooie plek waar je dat support kan vinden. Je hebt deze los dus gebroken, maar je bent gewoon weer hier. En dan heb je nog steeds die ruimte hieronder. Die, die ruimte hieronder die gaat een beetje tot die 25, uh, 25 dollar. Ik heb targets tot en met de 7 dollar bij Solana, dus ik weet echt wel mijn risico's bij Solana. Maar dit is gewoon even 13 dus een mooie risk reward plek. Als we nu support vinden en naar boven gaan, de 0.236 zit op een 50 Mooi. Al mooiere target dan chain, bijvoorbeeld nu. Als we je support vinden. En dat is gewoon weer even deze eh, top aan testen. Wat hij dus al 1, 2, 3 keer hebt gedaan. Waar hij die vierde, bij de derde keer even peer zelfs. Dus de volgende dag is 0,382. 58 dollar. 88 procent. Super. Kijk weer naar links. Hier spring je omhoog. Resistance. Val je naar beneden. Dus weer bevestiging dat dit een belangrijk level is. Dan hier de 0,68. Dat wordt mijn uiterste. Dus 78 dollar. Dan zie je ook al hier die gele lijn. Waar je hier dat support vond. Daar kom ik straks wel even op terug. Dat is voor zeg maar 150% dat die 78 dollar. Dus hier zit ook weer een mooie ruimte in. Ook weer fundamenteel een vrij goede coin. Ook heel goed gepresteerd in die uh, boeren. En nu is de prijs naar ons toegekomen. En nu wellicht dat we weer wat kunnen proberen. Niet alleen is de prijs hier naar ons toegekomen, maar ook weer hier. Het is allemaal geen financieel advies. Het is altijd jouw geld. Uh, jij bent het, jouw leven. En jij bent degene die op die knopjes drukt. Als je dan op die knopjes gaat drukken, dan weet je ook dat ik gesponsord word door. Coinmers. Dit is een, ja, gewoon een hele veilige exchange waar je makkelijk met Ideal gewoon je, uh, je Bitcoin kunt kopen. Met Bitcoin kan je natuurlijk weer allerlei andere coins kopen. Ze hebben niet één coin in hun exchange. Nee, ze hebben zelf, zelfs meer dan 200 coins in hun exchange. En het zijn echt alle coins die wij uh, behandelen. Uh, niet allemaal, want zoals een MTCR uh, van Tom van Net, die, die kan ik ook hier niet, of tenminste kan ik bij de meesten niet terugvinden. Maar bijvoorbeeld een Solana of. Oh, een Solana en alle andere belangrijke coins die kun je gewoon niet vinden. En daar kun je in traden. Je kan het kopen, je kan het ook verkopen, je kan het swappen. Bij de verkoop kun je een stop loszetten. Dus een heel fijn systeem. Het is niet alleen daardoor een fijn systeem, maar het is ook een Nederlands bedrijf. Dus je hebt ook een Nederlands mens tegenover je als je wat vragen hebt. Dus het is gewoon een heel betrouwbaar bedrijf. Daarnaast heb je een stukje earning en staking. Je kan het met bots kom je er verder. Er staat altijd een linkje van elke video nu in de beschrijving en daar kan je een account aan maken bij Coinbears. Maak je daar een account bij, dan wordt er 0,3% van elke trade naar de Bulls and Bears account gemaakt. Ik probeer dat op te sparen en zodoende als jullie allemaal traden, dan zal ik dat ook gaan verdelen onder de Bulls and Bears leden. Dat kun je zelf ook doen, dat linkje. Dat heb je als je een account maakt. krijg je een linkje. Dat is bij de meeste exchanges zo. Dan kun je naar vrienden en familie. En als zij dan wat storten of wat treden... krijg jij daar weer een 0,3% commissie over. Waar niemand wat van voelt. En daardoor proberen we gewoon even... kooimeers uit te kleden. Maar een hele fijne exchange. Ook leuke mensen erachter. En ja, daardoor vind ik het ook... een leuke samenwerking. Uh, waar ik net had over dat earning en het steken in die bots... heb je ook... Uh, ja, een stukje learning. Ook een informatiecenter. En daar dit informatiecenter kan ik er steeds beneden vinden. Maar ik zal hier ook wel uh, in de komende video's het account laten zien, zodat je ziet hoe het groeit. En dat je verder kan gaan met CoinWare. Dit is een stukje van het informatiecenter. Dus ze hebben een fysieke winkel. Het gaat niet zo snel als ik zou willen. Uh, zijn we een fysieke winkel waar je dus veel meer informatie kan verschaffen? Dus het is niet zozeer alleen digitaal, nee, je kan ook gewoon met mensen daar praten. En je ziet, het is, bij, het is elke dag geopend. Dus vind je dat leuk? Maak een account, zeker via het linkje via die beschrijving. En zodoende uh, sponsor je ons, Boels Beers. Maar ik probeer dus al die verdiensten weer terug te geven aan de Boels Beers Club. Dus hartstikke bedankt, uh, Coiners, voor het sponsoren van de video. En iedereen natuurlijk bedankt die een account maakt en daar daarop treedt. Laten we verder gaan met Solana. En ja, ik, ik denk dat ik hier wel een vrij duidelijk plaatje heb gegeven. De targets zijn duidelijk. Het risico is. Nou het risico kan ik tot met hier. Want waar je hier het plafond hebt, heb je hier het volgende plafond. Dat is 17 dollar. Dus dat ik zal er ook wel meteen mijn lijn. pak gewoon even deze. Dus mijn risico is dit. Dit zijn mijn kansen. De Rode Moving Average de 200 op de daily. heeft hij nog niet getest. En het is een belangrijke: die is helemaal het afbuigen. En je ziet hem al afbuigen, wellicht naar die 0.382. Kijk ook weer links. Toch even belangrijk maken. Dus je ziet deze. Naarmate de tijd tijdsstick een beetje afbuigen, dan kom je wellicht samenvloeien op die 0.382. En waar vloeien die 0.382 weer mee samen met deze top? Dus allemaal belangrijke punten. Um, heb je vragen over, zet het in de comments natuurlijk. Een andere die ik. Uh, ja, best wel veel aanvraag gekregen en nu eigenlijk nooit meer is Hollow En daar zit va vaak wel een reden achter, maar ik vond het gewoon best wel apart dat ik deze heel vaak als uh, aanvraag kreeg. En ook als ik een video erover maak, uh, had gemaakt, kreeg ik er altijd wel veel views mee. Maar daarna hoor ik, ik hoor er nu al echt weken niks meer van. Maar ook weer deze: het range, het heeft wat het risico eruit gehad. We hebben die wik helemaal gevuld, we zijn zelfs wel ondergekomen. Dus het grootste risico vind ik er wel uit. Ook al heb ik hier nog steeds mijn andere risico. Bij die een tiende van een dollar cent. Ik ga hem kort houden. Want je hebt hier ook weer een mooie rest plek. En als ik die kleine fips uh, als targets ga doen. Waar ik hier dus al targets heb gehad en waar het heb geraakt. Ik moet het nog een stukje finishten. Wellicht een klein stukje aangeraakt. Maar wees nooit precies. Risico 8%, 9%. Daar doe ik het voor. De eerste target. Waar die al twee keer is geweest hier. En eigenlijk al vierde, derde, vierde keer is geweest. Dat ligt een beetje bij die 3 tiende van de dollar. En dat is een 42 procent. Vergelijkbaar met die targets van net van andere coins. Dan die rode moving average loopt er weer tussen. Belangrijker. Is toch weer 66 procent. Die 0,382 vind ik belangrijker. Dan zie je ook dat die 0,382 hier mooi samenvloeit. Met waar je hier een beetje supporten vond en een mover vond. Dat ligt bij die uh, 0,003. Uh, 6 dollar cent. Dan heb je het over een ruimte van 78%. Ook weer best vergelijkbaar met die ruimte van net. Van al die andere coins. Dus wellicht wordt dit de ruimte. En dan kan je nog altijd een pushje winnen. Tot een halve dollar cent hier bij die 0,6 en 8. En hier heb je natuurlijk ook nog een square. Dus dit is even hollow chain. Zie ik nog steeds kansen in. Ook weer wel toekomst. Ook al weet ik dat het heel lang sideways kan gaan. En dat er nog het risico onder me zit. Maar vinden we hier de dus support. Dan kan het best wel weer een mooie move van 40 tot wellicht 150-100% maken. Kan hij dat? Ja, dat deed hij ook hier. Hier vielen we ook 70% en dan maakte hij een move van. Hoef ik niet eens helemaal de onderkant. Maakte die een move van 86%. Dus dat kan, dat fiat dat kan, dat, dat, dat Solana dat kan, dat Ader dat kan, dat ETH kan en zelfs een Bitcoin kan. Zeker. Alleen we moeten gewoon wat lucht krijgen. Ik hoop dat we dat zeker krijgen. Vergeet de video zeker niet te liken, ook niet te abonneren. Coinbase link staat in de, in de beschrijving van de video naast allemaal andere handige linkjes. Ik wens jullie gewoon heel veel succes en bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel, gauw weer terug. Adios.